Welkom bij Vera D. Vandaag bekkenbodemspieren trainen voor jong en oud. Je kan niet jong genoeg beginnen. Buikorganen zoals blaas, baarmoeder, darmen, maar ook het ongeboren baby worden gedragen door de bekkenbodemspieren. Een gezonde bekkenbodem geeft stabiliteit en kracht aan het basiscentrum van het lichaam. We hebben vandaag een kussen nodig, een bouw of een yogablok of een pilatesring. We gaan 4 oefeningen doen. We gaan de sluitspieren doen, de middelste spieren, de binnenste spieren van de bekkenbodem, de hangmat. En als laatste oefening de ondersteunende spieren van de bekkenbodem. De buik, de bil en de adductoren. Laten we daaraan beginnen voor een stevig corset te maken in ons bekkengebied. Kom in ruglig. Laten we beginnen. We starten met de sluitspieren, plas inhouden en windjes tegenhouden. We beginnen aan de voorkant. Breng je hand op je schaambeen en we gaan gewoon plas inhouden. Plas inhouden. 10 tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ook mannen voor vrouwen. Plas inhalen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit zijn de voorste bekkenspieren. Plas inhalen. De voorste bekkenbodemspieren. 4. Nog 3, 2, 1 en los. En laatste maal plas inhalen. Windjes niet, hè? Alleen de plas inhouden. Concentratie op de plas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En nog een laatste maal plas inhalen. Ofwel, je voelt dat de vagina ook de spieren samenstrekken. Als je een vinger of een denkbeeldig, een potlood in je vagina zet en je omhelst deze, dan noemen ze dat de kus, de pompoir. En los. De onachterste bekkenbodemspieren. De windjes tegenhouden. Ja, nu gaan we windjes tegenhouden. Ook een 5-tal keren. En windjes tegenhouden, niet plas, alleen windjes tegenhouden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. We gaan terug. Omhoog, bekken omhoog, uitademen en windjes tegenhouden. Stoelgang en windjes tegenhouden. De kringspier aanspannen. 5, 4, 3, 2, 1 en los. De achterste bekkenbodemspieren. En nog een keer. En uitademen. Kringspier aanspannen. Windjes tegenhouden. Stoelgang tegenhouden. Aanspannen. En 5, 4, 3, 2, 1 en los. Nog 1 keer windjes tegenhouden en uitblazen, uitademen, windjes tegenhouden, kringspier aanspannen en los. Kom in zit. We gaan de diepe dwarse perineumspier of de middelste spieren trainen. We zetten de handen onder de billen. We gaan proberen ons zitbeenknobbels te vinden. Je gaat eens naar achteren, naar voren, naar achteren, voelt je ze. Zet je handen iets beter, zodanig dat ze echt je zitbeenknobbels op je handen zitten. We gaan ze nu naar elkaar toe brengen. Breng de zitbeenknobbels naar elkaar toe.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los. En nog eens de zitbeenklobbels naar elkaar toe trekken. Blijven in- en uitademen. Adem niet inhouden. De diepe dwarse perineumspieren of de middelste bekkenbodemspieren. En laat los. We gaan nu op rug liggen. Ja, en we gaan de zitbeenbotjes naar elkaar toe brengen. Blijven los, hè? Alleen de zitbeenpotjes naar elkaar toe brengen. En laat los. En terug aanspannen. Aanspannen. De buikspieren gaan soms ook mee, de bilspieren gaan ook mee. Maar probeer na een tijd het alleen aan te spannen. En laat los. En aanspannen. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. En laat los. En aanspannen, zitbeenknobbels naar elkaar toe brengen. De middelste bekkenbodemspieren. En laat los. Nog een keer aanspannen. We gaan nu de voorste plas inhouden, windjes tegenhouden en proberen de zitbeenbotjes naar elkaar toe te brengen. Ja? En laten we starten en aanspannen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. En nog een keer aanspannen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. Nu de voorste. Plas inhalen. Plas inhalen. 5 keren. 5 tellen. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Windjes tegenhalen. 5. 4, 3, 2, 1 en los. Middelste spieren en zitbeenknobbels naar elkaar toe brengen. Ja, en 5, 4, 3, 2, 1 en los. Nu gaan we de diepste bekkenbodemspieren, de hangmat van spierplaat, van die de organen, de ingewanden van de kleine bekken, op hun plaats houden. Blaas, darmen, vagina, baarmoeder. En laten we starten. Maak de rug hol. Ja? Ik ga het heel traag doen. Rug hol. Druk uw stuitje naar beneden, naar de voeten toe. Schaambeen naar u toe. En span volledig aan. Twee richtingen. En span volledig aan. De binnenste buikspieren. De spierplaat. De hangmat. En laat los. En terug. Stuitje naar beneden. Naar boven. Schaambeen naar de navel. En trek hem maar. En laat los. En terug. Holle rug. We blazen uit. En we spannen aan. Spannen aan. 5, 4, 3, 2, 1. En los.
Rug uitademen. En aanspannen. Stuitje naar de voeten. Schaambeen naar de navel. Licht naar de navel. En trekken, 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 trekken. De rug duwt in de vloer. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Ontspan. We herbeginnen. Inademen. Holle rug. Uitademen. Aanspannen. En blijven ademen. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Holle rug. Inademen. Uitademen. En aanspannen. Zit. Stuit naar de voeten. Schaambeen naar de navel. En alles is aangespannen. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Inademen en uitademen. Stuitbeen naar de voeten. Schaambeen naar de navel. Lichtjes naar de navel. Aanspannen. Dieper. Dieper. Nog dieper. Ja. En los. Inademen, uitademen, inademen en we vertrekken terug. Vijf, vier, drie, twee, één en los. We gaan nu de andere spieren, de ondersteunende spieren van de bekkenbodem. Ja? Laten we starten. Ik gebruik mijn Pilatesring, zodanig dat jullie kunnen zien hoe sterk ik mijn adductoren aanspan. De buikspieren worden aangespannen, de bilspieren worden aangespannen en natuurlijk de bekkenbodemspieren. Buikspieren en bekkenbodemspieren gaan verder gezien samen. Laten we starten. Breng de voeten op heupbreedte ofwel breng je een yogablok, ofwel een kussen, ofwel een bal. Ja? Aan u de keuze of wat dat u hebt. Oké, we brengen hier. We laten los. Voeten op heupbreedte. Spannen. Bij het uitademen gaan we de bekken omhoog doen. Gaan we alles aanspannen. Zowel adductoren, billen, buikspieren en bekkenbodemspieren. Stuitje trekt naar de voeten, naar beneden toe. Schaambeen naar de navel. En strek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. We maken een zeer sterk corset van ons bekkengebied. En we gaan terug even rusten. In en uitademen. Nu gaan we inademen en uitademen. En bij uitademen omhoog komen en alles aanspannen. Buikspieren en intrekken. Trek de bekkenbodem nu omhoog. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. We gaan dat nog twee maal doen. Inademen, uitademen, ontspannen. Inademen, uitademen, omhoog en aanspannen. Adductoren, buikspieren, bilspieren, bekkenbodem. Aanspannen. 5, 4, 3, 2, 1. En nog eens 5, 4, 3, 2, 1. En los. En de laatste maal. Als het vandaag niet lukt, blijven oefenen, blijven oefenen. Inademen en uitademen. We gaan nu inademen en bij uitademing gaan we ons aanspannen. 5, 4, 3, 2, 1 en nog eens 5, 4, 3, 2, 1 en los.
Langzaam loslaten is soms moeilijker dan het aan te spannen. De ring, de bal, yoga blok gaat weg. We gaan nu ons bekkenbodem ontspannen. We hebben hard gewerkt. Je neemt ofwel een kussen ofwel een bal. Je zet dit onder je heupen, onder je bekken. De knieën laat je vallen. Trek niet aan de knieën. Laat alles los. Gewoon loslaten. En zak patatten. En wij ontspannen de bekken. Inademen langs de buik. Blijf in deze houding nog een 2, 3, 4 minuten. En kom dan recht. Ontspannen van het bekken. Ademhaling is belangrijk. Inademen. Uitademen, uitademing langer dan de inademing. In. Uit. Doe deze workout 2 keer per week. Als het vandaag niet lukt, morgen niet lukt, blijven proberen.